Ik ben Lievende Handschutter, 60 jaar en burgemeester van Sint-Niklaas. In Sint-Niklaas willen wij streven naar minder afval. Daarvoor gaan wij dus op 1 juli het DIFTAR-systeem invoeren. Met de bedoeling dus dat mensen minder restafval gaan produceren, beter gaan sorteren. En dat uiteindelijk ook degene die meer vervuilt ook meer betaalt. En dat is natuurlijk nieuw voor onze stad, maar niet nieuw in Vlaanderen. Maar wij hopen en wij streven ernaar om op die manier minder afval te hebben. In Sint-Niklaas willen wij verder werk maken om onze stad een echt fietsvriendelijke stad te maken. Er is al heel wat gebeurd de voorbije jaren, meer dan 25 kilometer nieuwe fietspaden aangelegd. Maar we willen eigenlijk ook de stad in zijn geheel fietsvriendelijker maken door de infrastructuur aan te passen, de voorzieningen aan te passen. Wij geloven dat de fiets het ideale vervoermiddel is voor binnenstedelijk verkeer. Daardoor denk ik dat er niet alleen een gezondere leefomgeving zal zijn, maar dus dat ook het verkeer rustiger en aangenamer zal zijn. En wij willen ook het doorgaand verkeer dat niet in Sint-Niklaas moet zijn, buiten de stadskern houden. Een soort van circulatieplan, zoals u denkt? Wel ja, dus wij hebben een wijkcirculatieplan dat wij gefaseerd willen uitvoeren. Ook met evaluatiemomenten en aanpassingsmomenten indien nodig. Maar het is geen model als de Big Bang die in Gent heeft plaatsgehad. Sint-Niklaas en de Sint-Niklaasenaars hebben een onveiligheidsgevoel. We hebben daar oog voor. We hebben de voorbije jaren het aantal toezichtscamera's in het stadscentrum van 4 naar 32 verhoogd. De komende jaren willen wij ook de politie, de wijkpolitie, nog meer zichtbaar op straat maken. En we willen ook in buurten en omgevingen waar er overlast is en aanslepende problemen, daar ook een integrale en planmatige aanpak organiseren, zodanig dus dat de mensen zich overal op elk moment van de dag in onze stad veilig kunnen voelen. Betekent dat ook meer politiemensen aanwerven? Want dat op zich is ook al een probleem. Wel, het is een probleem in die zin dus dat er overal federaal en lokaal vele aanwervingen zijn en dat het aantal mensen dus dat kandidaat is en slaagt beperkt is. Maar het is vooral een andere organisatie van onze politie, zodanig dus dat ze minder op het bureau zitten bij manier van spreken, maar meer op straat. Wat wij zeker niet willen doen in Sint-Niklaas is de belastingen verhogen. Wij hebben een aanvullende personenbelasting van 8,5%. Daarmee zijn wij tot de hoogste in Vlaanderen. En wij willen precies het tegenovergestelde doen. Wij willen dus de komende jaren het met 1% laten zakken, de aanvullende personenbelasting. Dit is mogelijk omdat wij de voorbije 6 jaren ernstig hebben bespaard, zodanig dat er nu ook ruimte is ontstaan om een stukje het geld aan de mensen terug te geven via een belastingverlaging. Sommige gemeenten kunnen geld teruggeven aan de mensen door te fuseren. Hè? Hebben jullie nog geen huwelijksaanzoek gehad? Wel, het fusiedebat in het Waasland leeft niet echt. Sint-Niklaas is een stad van 77.000 inwoners. En ook de andere gemeenten, ofwel hebben zij geen financiële problemen, ofwel hebben zij toch een grootte van meer dan 15.000, 16.000. Zodanig dat zij voldoende bestuurskrachtig zijn. Maar ik neem aan in andere streken van onze provincie en van Vlaanderen dus dat fusiedebat wel leeft.